Ik ben Ruud Duinenveld van de firma Duinenveld, een van de vier firmanten. We telen paprika's jaar rond op 9,2 hectare. Twee bedrijven naast elkaar gelegen, een van 5 hectare, een van 4 hectare. Alles rood, paprika's rood. Wij telen voor het hogere segment in de markt, en dan met name voor de Engelse markt. Die eisen eigenlijk goede kwaliteit, hogere kwaliteit, wat fijnere vruchten. Dus ja, we willen eigenlijk zo'n homo kwaliteit proberen te bereiken met ook wel een goede productie. De reden om het systeem van Berg Hortimotive aan te schaffen, waren eigenlijk dat ze wel meedachten met een hoop vernieuwingen die wij in petto hadden. We hadden een ander systeem, dat werkte wel een beetje voor hetzelfde principe, maar we zagen toch vernieuwing. Berg Hortimotive die wou er wel in meegaan. In de kast kennen we met de smartphone alle besturen. En dat is op zich wel handig, want als je maar achteraan klaar bent met oogsten, dan kun je op je smartphone al zeggen van nou, de AGV's mag naar een laadplaats. Of containers mogen eraf, dat je gewaswerk mee kan doen. Dan kun je allemaal in de kas, iemand die op je smartphone en die kan dat bedienen in de kas. Het systeem, hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit, in zoverre dat je hebt minder handelingsschade. De container gaat mee omhoog, als je op hoogte aan het oogsten bent. Er zit een valbreker zit erin. Een bodem die wat omhoog komt als die leeg is. En die bodem zakt naar beneden als de paprika's in komen. Dus daar heb je minder valhoogte. En als de container vol is, gaat het natuurlijk gelijk naar de sorteermachine. Wordt in één keer geleegd. Dus ja, dat is min mogelijk handelingsschade en daardoor minder kans op butsen. De arbeidsbesparing ten opzichte van een normaal systeem. Wat is een normaal systeem? Dat is toch wel lastig. Maar je hebt natuurlijk op het pad heel veel rust. Je hebt niemand die op pad staat om karren te leren of naar voren en naar achter te trekken. Of die karren rijden rustig heen en weer en niemand heeft er last van. En dat bespaart dus sowieso al arbeid. En hoeveel dat is misschien in het seizoen dat het één mannetje scheelt. Die anders waar of container moest legen en naar de schuur brengen en weer terugbrengen. Het onderhoud aan de AGV's was vooral het eerste jaar best wel wat meer. Dat zijn al die kinderziektes die er naar uitgehaald moesten worden. En Berg Hortimotive heeft dat wel goed opgepikt. En er goed in meegeholpen om alles te verhelpen. Je blijft ook met 45 AGV's rondrijden en het blijft toch allemaal techniek. En het kan ook allemaal stuk gaan. Maar zoals het nou is, valt het wel mee. En ik kan best wel zelf veel onderhoud doen. En wat zou ik zeggen, misschien 1 of 2 keer per jaar moet er iemand een dealer of bij komen om echt een grote storing te verhelpen. Het meest tevreden ben ik toch over de kwaliteitsverbetering. Gewoon die handelingsschade, dat is gewoon toch waar het om draait. Je product moet goed op de machine komen, met z'n minimum ook handelingsschade. En vooral in de markt waar wij dan acteren, de Engelse markt, dat weegt gewoon zwaar dat de kwaliteit gewoon goed is. En dan de automatisering, dat je heel veel rust op je pad hebt op je bedrijf. Niet dat er constant mannetjes bezig zijn om containers te legen of naar voren en naar achter te brengen. Dat is ook een groot pluspunt. We zijn trots op het systeem dat we toch samen met Berg Hortimotive het hele systeem hebben ontwikkeld zoals het nou is. En dan komen de andere telers hier kijken. Die staan toch allemaal vol bewondering te kijken hoe het hier allemaal draait. Op de manier zoals het nou draait.